guys focus. Dan! Dan! Simpelbal. Marco, jullie zijn aan een goede reeks bezig. Overwinning in februari, dan jammer van die 1-1 tegen Heracles. Hebben jullie daar nog over gesproken deze week? Nee, eigenlijk niet. We weten gewoon dat we het goed hebben gedaan. Dat weet iedereen. Dat zie je ook aan de ranglijst nu. Maar we hebben graag gekeken naar AZ. Maar wie zijn er morgen niet bij? In principe is iedereen inzetbaar. Dus het is vooral een kwestie geweest voor ons van keuzes maken. En Goram Kasia keert terug van een schorsing. Ik neem aan dat hij in de basis begint. Dan over AZ, een ploeg die het goed doet dit seizoen. Is dat een lastige ploeg om tegen te voetballen? Ja, dat is ook in die uitwedstrijd wel gebleken. Hoewel we, vond ik daar een hele goede tweede helft speelden. En natuurlijk veel meer verdiend hadden, maar dat is niet gebeurd. En AZ speelt over het algemeen goed voetbal. Met vrij veel jonge jongens ook wel in de ploeg. De laatste weken hebben ze het even iets moeilijker. Maar ja, als je het hele seizoen bekijkt, ze staan het hele seizoen al mee bovenaan. Dan doen ze het gewoon erg goed. Wat verwacht jij voor duel? Ik denk dat AZ inzakt en ons wat voetballen en op de counter gaat loeren. En wij gaan proberen daar tussendoor te voetballen en te winnen. Over het algemeen is het zo dat wij het initiatief nemen, het spel maken. En dat een tegenstander, of ze nou willen of niet, toch teruggedrongen worden. En het speelveld klein maken en proberen vanuit de omschakeling eruit te komen. Het stadion zit waarschijnlijk weer goed vol, ook tegen AZ, net zoals tegen PEC Zwolle. Dat moeten jullie toch goed doen? Natuurlijk, ja, het is fijn als de supporters komen om ons te cheeren. En dat is alleen maar fijn en ik hoop dat ze blijven komen en dat wij de punten pakken zodat zij ook tevreden zijn. Nou, dat is natuurlijk alleen maar leuk dat het stadion steeds voller zit. Vorig jaar was het ook zo richting het einde van het seizoen dat het steeds voller werd. En die steun kunnen we hard gebruiken. Want nogmaals, AZ is een ploeg die boven ons staat, die het gewoon goed doet. En die steun hebben we keihard nodig. Zoals we dat ook in de vorige wedstrijd, dat het lekker druk was, die steun hebben gehad. En ik hoop dat ook terugbetaald hebben aan de mensen. Dan AZ, je hebt daar zelf gevoetbald, je hebt daar je debuut gemaakt in de Eredivisie. Je bent kampioen geworden met AZ. Is het dan nog speciaal om tegen die club te spelen? Ja, het is wel wat anders, alleen heel speciaal is het niet meer. Het is al een tijd geleden. Maar ik focus me op dit moment gewoon lekker op Vitesse en lekker knallen en winnen tegen ze.